systeem van vliegles en gevechtstraining. In the earliest days of instruction, the pupils did break a lot of aircraft. So we called them Huns. They broke more aircraft than the Germans were doing. It was just a joke. Als de groentjes eenmaal konden vliegen, werden ze op schietoefening gestuurd. Ze leerden daar onder de meest uiteenlopende omstandigheden hun doel te raken. To be a good fighter pilot, you had to shoot straight, be full of guts, of course, and have wonderful eyes. And the trouble was there's so many wonderfully fine pilots on our side who had worn bad shots. And they have every other attribute which would have made them a good pilot, but they couldn't shoot straight. Door de geallieerde tactiek van offensief patrouilleren kon de nieuwe piloot aan het front nauwelijks even wennen. Als hij geluk had, mocht hij met de nieuwe SE-5 de lucht in. The SE-5 was a nice, stable aircraft to fly. It produced a splendid gun platform. It could dive as fast as the Germans could dive. And we were on definitely equal terms. Nobody ever liked the dawn patrol. We were woken up about 3, and you felt perfectly awful. I had to creep out of bed, and you know, try and eat breakfast, and an awful liver on you, kind of fed up everything. But once you got in the air, things were much better. Most of our patrols were done to about 10,000 feet or so, and you had to have your face or any exposed part of your body smothered in whale oil, which smelled rather horrible. But if you didn't, you'd get frostbitten, and that was a court-martial offense. Usually we were up before the Germans, I think. We probably got up about half an hour earlier, because they seemed to appear later. De patrouille speurde naar Duitse verkenningsvliegtuigen als de trage, maar zwaar bewapende LVG. Personally, I would always wish to attack from above. Height gave you speed. You could dive and maneuver, fast turns and so on, and the other fellow couldn't attack you. Gun was on top of the wing, and you had a ratchet which you could pull it down in front of your face to reload and then push it up again. But Ball, who I knew quite well, used to keep it down, get underneath the machine and just spray the underside with bullets from about 15 yards range. The Germans weren't able to do anything because he was invisible, and he brought down quite a lot of machines in that way. April 1917. De Verenigde Staten verklaart Duitsland de oorlog en dreigt het luchtruim boven Europa te verduisteren met vliegtuigen. Toch had Amerika voor de oorlog maar 20 gevechtsklare piloten en een handjevol legervliegtuigen. Maar al gauw kwamen de nieuwe vliegtuigen bij duizenden uit de fabrieken. America's airplane factories and us war workers didn't get started until late. To make airplane wings, they took us house carpenters, furniture upholsterers, even seamstresses with high pompadours. Meet Rosie the Riveter, 1917. Painters used varnish that smelled like bananas. The fuselage, which we finally chose, was of British design. The engine was all American. Its manufacture was the outstanding production achievement of the war. In all, 4,500 DH-4 airplanes, powered by the Liberty engine, were put together in this country.
Er kwam een massale recruteringscampagne op gang om voor al die toestellen piloten te krijgen. Aan het einde van de oorlog waren er meer dan 10.000 Amerikaanse piloten opgeleid, grotendeels door de Engelsen en de Fransen. Maar een aantal Amerikaanse piloten vocht al in Europa. Ze hadden zich aangemeld bij een speciaal Frans eskader dat het Escadrille Lafayette werd genoemd. Hun gevechtservaring gaven ze door aan hun landgenoten. De Amerikaanse piloten behaalden hun eerste successen in april 1918. Bij de wapenstilstand in november van dat jaar hadden ze 850 Duitsers neergehaald. Oorlogsvliegers spraken tot de verbeelding van het publiek, zoals Roel Lufbery en Eddie Rickenbacker, die aan het einde van de oorlog 26 overwinningen op zijn naam had. Net als de piloten uit andere landen schilderden ook de Amerikanen hun toestel graag in schreeuwende kleuren. Honderdduizenden militairen stierven een anonieme dood aan de grond. Een klein aantal bracht het tot nationale held of zelfs tot legende door hun wapenfeiten in de lucht. Maar veruit de grootste luchtheld uit de oorlog was baron Manfred van Richthofen, de befaamde Rode Baron. Deze nationale held was in het bezit van de hoogste Duitse onderscheiding en voerde het bevel over een mobiel elite-eskader dat van de geallieerden de bijnaam het Vliegende Circus kreeg. Er was uitgesproken een vriendelijke mens en lachte oft. Dann sah er natürlich sehr gut aus, er war etwas gedrungen, eine sehr kräftige Figur. Richthofen wurde natürlich bekannt durch seine sehr vielen Abschüsse. Und für uns junge Piloten war das natürlich ein unerhörter Ansporn, das zu machen, was er vorschlug und was er verlangte. Wir erzählten über ihn und so wurde er natürlich allmählich zu einem Idol. Eén vliegtuig was onverbrekelijk verbonden met de Richthofen-legende, de Fokker Driedekker. Met zijn felrode kleur en enorme wendbaarheid joeg het toestel de geallieerde piloten een duivelse schrik aan. Met deze Driedekker haalde de Rode Baron zijn 80ste slachtoffer neer en werd daarmee van beide partijen de grootste luchtheld uit de oorlog. Richthofen war ein Mensch ohne Nerven, denn sonst konnte er das eigentlich nicht fertig. Wir hatten alle Angst, geht gerne zu. Und er sagt, was wollt ihr denn? Es ist sehr einfach, fliegt heran und schießt. Für uns war das sehr schwierig. Seine Taktik bestand darin, dass er eben durch sein gutes Sehen den Gegner so rechtzeitig erkannte, dass er dann genau festlegte, wie wird geflogen, um den zu überraschen. Und das war natürlich meistens die Sonne. Richthofen was a magnificent leader of men. And he had this circus, probably up to 40, 50 machines. And he'd stooge up and down 10 miles his side of the line, watching for one of our chaps. And then he'd come and have a scrap. In 1918 was het vliegtuig een volwassen vechtmachine geworden. En boven de loopgraven braken felle luchtgevechten uit.
Inzet was de heerschappij over het luchtruim.